Wie vandaag door de Groningse binnenstad wandelde, heeft het misschien wel gehoord. Kerstliedjes vanaf het torentje van het academiegebouw. Bijaardier Bob van der Linden speelde 1,5 uur lang aangevraagde kerstnummers op een carillon. Hij hoopt dat door zijn liedjes Groningers al een beetje in de sfeer komen en misschien eens naar boven kijken. Want zeg nou zelf, Bob zijn werkplek is wel een beetje afgezonderd. Als bijaardier zit je toch in een van de wat eenzamere beroepen als muzikus ook, waarbij je gelijk maar met een barpianist wel speelt, maar de mensen niet al te veel acht op je slaan. En het leek me wel eens leuk om wat muziek te spelen van mensen die mij wel horen, maar misschien niet weten van mijn bestaan. En de social media manager van de universiteit, Sophie, die zei van, dat kunnen we wel regelen met een polletje op Instagram. Dus dan kwam daar iets, dan zet ik 2 liedjes daarop en dan konden mensen kiezen. En daar zijn dan uiteindelijk deze liedjes uitgekomen. De aangevraagde nummers waren gevarieerd. Opvallend veel Engelse kerstliedjes, toch het Sky Radio repertoire wat ook niet kon ontbreken. Leuk is wel dat binnen de universiteit heel veel verschillende nationaliteiten natuurlijk zijn. Dus ook Feliz Navidad en Duitse liedjes zijn voorbijgekomen. Dus inderdaad, van allerlei kerstliedjes uit allerlei gebieden. De 27-jarige Bob is al een jaar bijaardier. Hij legt uit hoe zijn instrument precies werkt. Ja, dit zijn dus de klokken van de academietoren, van het academiegebouw, het torentje. En daar hangen dus een 20-tal klokjes in en daar kun je muziek op maken. Je ziet ook hier dat dit zijn de witte toetsen van een piano en dit zijn de zwarte toetsen. Dus de bladmuziek die ik gebruik is eigenlijk hetzelfde als van een piano, alleen iets uitgedunder, omdat je niet altijd met je vingers speelt, maar ook veel met je vuisten. En op die manier vertaal je toch het naar de klokken. Het is goed vol te houden. Het is wel, ik heb wat eelt gekweekt onderhand, maar het is niet, het zijn geen grote meppen die je maakt, geen blaren. Gelukkig maar. Bob weet in ieder geval wel welk kerstliedje hij deze week het liefste hoort. Ja. Nou, ik denk dan toch dat ik dat Feliz Navidad, dat is dan toch wel de guilty pleasure, denk ik.